kijkers van Drijvers 3 recht en welkom bij een nieuwe aflevering van James Bond Bloodstone. Het is vandaag zondag, dus dat betekent weer een nieuwe aflevering van James Bond Bloodstone. Vorige keer zijn we hier gebleven. We hebben toen met één shot pew. Want we stonden precies 3 en we hadden precies 3. En er was hele grote alarmen, omdat we een computer hadden gehackt. En nu proberen we verder te ontsnappen. En het lijkt erop dat ik deze kant op moet. Hey, you guys seen anything? Control think he's gonna be coming this way. No, it's all quiet. We got team stationed all over the place. Mm-hmm. Well, stay on your guard. Sounds like he was only a few feet from Pomerov. Yes. Yeah, keep your safeties off. I'm going to meet with the other squads. Yes, sir. Ik had Pomerov gisteren namelijk in het oogvizier, dus ik kon hem doodschieten. Oh, komt hij naar boven? Dat is interessant. Oké. Okay. Oké, dat is 1. Dat is 2. Wat is die derde nou weer? Oh, die derde is hem gesmeerd. Oké. Nou, dan smeer ik hem ook. Voor het geval dat. Nee, niemand. Oké. Okay. Nou, dan gaan we deze kant op. Ben ik betrapt? Oh, 007, this control room coordinates the refinery's core systems. Access the central control panel and I'll run a diagnostic. Oké, okay, en waar is het ding? Ik denk hier in het midden. Ja. From the looks of things, it seems that if you override the coolant and exhaust systems, you'll be able to trigger a catastrophic chain reaction. Find the override valves, 007. You need to destroy those bioweapons. Oké, okay, waar zijn die dingen? Oh ja, we kunnen 2 kanten op. Dat helpt me echt heel veel. Deze kant dan maar op. Voor het geval. Zullen die gastjes staan of niet? Wacht even. Ik kan mijn telefoon weer ergens voor gebruiken. Voor de andere kant aan de muur. Even kijken. Oh, hier. Een computer. Natuurlijk, ik heb die. Nou, iets lijkt me dat we deze kant op moeten, dus. Iets zeggen we toch echt dat. Fijn dat ik jou zag. Voordat jij mij zag. Want ik zag het een beetje donker hier. 007, the schematics show this route leads to the exhaust override. Lock the valve and cripple the refinery's heat extraction network. Oké. Okay. Zullen we doen? You got an ID on this intruder here? Nothing. But the suspicion is that it's the same guy who worked over at Pomerov's casino. But oh. No one's been able to come up with a positive ID. Nah, it doesn't. He'll be dead soon. Just another body in the lake. So. Ze kennen me nog. Ik wacht even tot jij weg bent gelopen. Wat heb jij? Nee, wel een sterke gun. Oké. Ik dacht ik duw hem eraf, maar blijkbaar wil de game dat niet. En ik dat doe. Wat? Ben ik betrapt? Yep. I need reinforcements here. Tuurlijk. Oké, nou er staan nog 3 gasten. Ik moet even mijn gun herladen.
activity in Sector 4. Oké, dat ging net even mis. Maar nu zal het niet meer misgaan. Zo zien we in ieder geval helemaal niet. Perimeter squad, please report. Perimeter squad, checking in. All quiet. Is someone there? Nee. All squad, lethal force is authorized. Shoot intruder on site. Het is hier wel een beetje donker. Falling back to sector 12. Area clear. There's nothing in sector 18. Maar die krijg ik heel makkelijk. Dit is gelukt. Oké, haal over dit ding. Okay. You've done it, Bond. Now head to the coolant station and override the safety features. All squad, lethal force is authorized. Shoot intruder on site. Maintain communication within team. Okay, ze hebben allemaal vraagtekentjes. Dus ze weten dat er iemand is. Alleen ze weten niet waar die iemand is. Heel slecht uitkomen. Oh nee, toch niet. Hallo vriend. Hier in de fik. Ik denk dat ze weten dat ik hier ben. Ze schieten op mij, dus ik heb het wel. Oh, daar staat er nog een. Oh, die gaan we heel simpel krijgen. Namelijk door dit. Ja, dit is inderdaad een situation critical. Alles ontploft hier. Maar dat maakt ons even niks uit, want we rennen als een paard. Mooie ontploffingen. Alle biowapens gaan weg. Stil jij. Het was niet de bedoeling dat jij ging schieten, het was de bedoeling dat jij stil was. Maar wacht even, make your way to the coolant station 007. Override the system. Oh, wacht even. Ik moet ze alle twee doen. Leuk. Dan gaan we dat doen. Zo. Weten ze dat? Nee. Oké. Okay. Nou, weer controlepunt. Maar dat maakt mij nog even niks uit. Omdat we nog meer dan genoeg tijd hebben. Jesus, it's freezing in here. How long do we have to keep watching? Vertel eens even wat hierin zit. I don't know. I suppose as long as it takes for them to find the intruder. Waar is explosief daar? Never seen the place on this kind of alert before. Pomerov seems nervous, that's for sure.
Maar ik snap ook wel waarom. Who's there? Reinforcement! Explosief. Hier. Wat doe jij? Oké. Meer dan genoeg mensen hier. Het is hier ook een beetje gevaarlijk schitter. Allemaal explosieven. Hoppakee. Fijn dat jullie je daar verstopten. Moet je altijd doen, hè? Achter een explosief vat verstoppen. Slimste wat je kan doen. Het UQ. Heel laag IQ hebben deze mensen. Je gaat je toch niet achteruit. Bond, you're heading towards the coolant system. Taking it down will cripple the refinery. Okay, deze kant op. Punt door controle. Something's there. Hello. Niemand meer? Jawel. Daar. En dan moet hier iets. Oh, daar. Zo, nou weet ik wat daarin zit. Taking position. Heel mooi. Hoeveel zijn er nog? 1. Oh, die krijg ik zo. Hé, hey, waar ben je? Dat is vervelend, dat ze komen. Terwijl ik aan het herladen ben. Even kijken, waar zijn ze nu? Oh, daar. Heel mooi. Gaat er lekker bij liggen. Oh, daar. En daar moet ik wat doen. Oké. Okay. Nou, ik heb bijna geen gunners meer, dus ik moet even snel een handpistooltje pakken. En nu? Ja, ook nog niet echt veel, maar beter iets dan niets. Hallo! Vriend, gaat goed met jou? Met mij wel. Zo, waar is het koelingssysteem? Waar is het koelingssysteem? Ik gok hier naar boven. Want het was ergens omhoog. Ja, hier. Oké, okay, dat wordt wel heel erg koud. Bond, the coolant pipes are ruptured. Get out of there. Oké. Okay. Ik ben zo weg. Als hij even wat doorrent. Even fijn, vriend. Maar het is hier een beetje koud. Dus... als je niet erg vindt, smeer ik hem. Het is hier wel heel erg koud. Heel fijn, maar ik heb nu even geen zin in welkomstgeschenk. You need to get out of that warehouse. Ben je bezig?
Nou, zo kan het ook, ja. That's it, Bond. Well done. Activate the central control panel. This will launch the chain reaction and trigger the meltdown. Oké. Het klinkt alsof we een hele grote boom gaan krijgen. Oh, telefoon. Nicole? James, where are you? What's taking so long? Meet me outside with the car running as quickly as possible. I'm on my way. Oh, okay. Nou, het lijkt dat we naar buiten gaan. Alert! Alert! Subsystems are critical! Beetje veel explosies. Ja, zijn we er? Oh, tuurlijk, even deze wapen bekijken. Oh, het is een M3. Krijgen. Dat ik hier naar beneden moet. Oké. Nicole, where are you? I'm on my way. I got help. Just get it quickly. Waar zijn ze? Of beter gezegd, waar moet ik naartoe? Of moet ik hier stand houden? Als ik hier stand moet houden, dan weet ik niet hoe lang ik ga volhouden. Heel fijn dat deze mensen niet zo slim zijn. Daar. En daar. En still in the building. It's madness. Daar. Ja, schiet hem alleen maar op. Komt namelijk een truc aan. Oké, hoeveel staan er? Nou, was niet van plan. Switchen. Hallo. Hallo. Waar? Daar. AK, geweldig. Hop. Oh, goed knallen. Dat lijkt alsof er wat. Oké, I've got the car. Fijn. Dat jij de wagen hebt. Maar schiet wel even op.
Moet ik ergens naartoe? Of moet ik nog steeds stand houden? Nog steeds stand houden. Gaan we doen. Schiet wel op, want ik weet niet hoe lang ik nog stand kan houden. Vooral zonder guns. Er ligt er nog één. Ja, er ligt er nog één. Nog een controlepunt. Oké, leeft er nog iemand? I'm nearly there, James. Hold on. Dat doe ik nu al de hele tijd. Oh, nog een anderhalf kilometer, natuurlijk, hè. Ja, oké, maar schiet wel even op. Ja, nog minder dan een kilometer, ik weet het. Meter. Nicole, schiet op! James, I'm here. Waar is ze? Ik ben naartoe! Hurry, come on! Rennen! Move over! I'll drive! Are you all right? Yeah, I think so. What happened to Pomerol? He ran off. I saw him get on the train that delivers the chemicals to the port. His men were loading them on. Which way? Over there. We've got to stop him before he gets those bioweapons out of the country. Hang on. Are you mad? Like I said, this isn't all fun and games. Look, he's trying to get away. Fasten your seatbelt, we've got a train. Oh, there is the train. Come on, we're pakken the train. This train gaat niet ontsnappen. This train gaat niet ontsnappen. Zo, lekker wat explosies. Open. Doorrijden. De trein heeft bijna 200 meter van ons af. Ik wil die autoscène klaar hebben. Voordat ga ik niet stoppen met deze aflevering. Look, the train can still catch it. Ja, dat proberen we ook te doen. Die trein te catchen. Om beter gezegd die trein van tegen te houden. Dat is dus water, daar beneden. Weten we dat ook, ja? Nou, hebben jullie weer een langere aflevering. Ik had 20 minuten gepland, maar krijgen we deze reiszijde er ook nog eens in? Oké. Dus ik wil de trein, we can still catch it.
Ik moet ook die dirt weg te snijden. Daar moet ik goed op letten. Oh. Oké, okay, verder dan 300 meter is een no-go. We kunnen die trein nog krijgen, dat zeggen ze goed. We kunnen die nog krijgen. Maar gaan we die ook krijgen? Dan krijg ik zo snel als ik kan. En die trein gaat verder van ons weg. Dan... Uh-oh. Oh ja, tuurlijk, ja, dat er ook voorbij. Een helikopter. En we staan weer op ijs. Moet die weg. We moeten die trein stoppen. Oh. Dat ijs is glad. De auto glijdt alle kanten op. Ik dacht dat daar de weg verder ging. Ik ben waarschijnlijk niet zo goed in dat snelle reacties rijdingetje. Watch out! We komen steeds verder. We staan nu op ijs met deze auto en een helikopter die ons achteraan zet en we moeten in die trein stoppen. Met gevaarlijke biowapens. Achter deze pilaren langs. Oké, okay, en nu helemaal naar rechts. En nu om deze stenen in plaats van recht door. We've got to get off the ice. It's a dead end. Uh-oh. Not necessarily. Oeh, yes! Lovely trein. We zijn op de trein. Nicole. Nicole. Are you alright? Oh, I think I broke my wrist. Here, let me see. This should work until we can get you to a doctor. You really did turn out to be my bodyguard. What was that? The train stopping. Yeah, that's like must be at the port. I've got to get off to Pomerov. Here, take this. Stay here. No. Please, take me with you. Can you handle it? Yes. Don't leave me here. Okay. Let's go. Start the engines and get us out of here! Now! Set your heading for 220. But there are boats in the way. I don't care what's in the way. Plow through them. There, the hovercraft. When we get on board, do you think you can pilot it? Yes. But you've got to be careful, James. If you puncture one of those chemical guns with a bullet, the bioweapons will escape and kill everyone. I'll keep that in mind. We've picked up Bond's signal. It looks like they're on Pomerov's tail. Officer Russia. Acquiring visual now. Bond and Nicole are on an assault hovercraft with what appear to be multiple hostiles on board. Mm-hmm. Picking up audio now. I'll patch it in. I've got the throttle open all the way, but we're not catching up with him. We're too heavy. I'm heading down to the hold. Maybe we can dump some cargo. All right, Nicole. Try to keep it steady and keep the door locked. We're not alone. Okay, will do. Dat is toch een vliegtuig, dus ik kan erop stijgen. Waarom stijgt hij niet op? Oh. Ja. Er is geen mij
Oké. Waar zijn ze? Oh. Oké. Mooi terug. Daar zit er een. Kom op. Geweldig. Oké, waar... Wat kunnen we hacken dan? Oh. Fijn dat jij er bent. Ook fijn dat jij er bent. En fantastisch dat jij er bent. Maar ik zie iets dat we kunnen hacken, maar ik weet niet wat. Ach ja. Ook ben jij daar? Arno Sesko. Smartphone doen. Maar ik zou niet weten wat. En ik zie niks in de omgeving. Oké, die ligt neer. Ja, hij weet dat ik er ben, dus. Laten we even stoppen met YOLO gaan doen. Gewoon op mijn stijl. Want YOLO is blijkbaar niet mijn stijl. Zijn dat tanks? James, are you there? We're still too heavy. Ja, ik ben bezig. James, we're losing Pomerov. You have to get rid of the rest of that cargo. Hey vriend! Door! Rennen! En hier is het laatste stuk dat we moeten droppen. Oké. Great! You've done it. We're gaining on him. I'm heading back to the bridge. Jongens. James, he's
Dat zien jullie de volgende keer. Ik zet hem zelfs nu zo. Alleen de volgende keer is helaas over 4 weken. Daar komt nog een update video van, dus geen probleem. Maar kijk eens, doe even een duimpje omhoog. Help je mij mee, help het kanaal mee. En dan zie ik jullie terug over 4 weken. Op een vrijdag. En dan gaan we zien of de missiles ons kunnen stoppen. Of dat we Pemroff, volgens mij. Zo spreek ik het uit. Pemroff? Waarom vraag ik het eigenlijk aan mezelf? Volgens mij Pemroff gaan stoppen. Maar dat zullen we zien. En dat zien we de volgende keer. Dus over 4 weken. Op die vrijdag. Maar voor nu ga ik zeggen, doei!